Over slecht beleid gesproken. Ik kom, van de week kom ik iemand tegen. En dus echt, vrienden, geloof mij nou, een grote expert op het gebied van elektriciteit. En ik vraag alleen maar aan hem. Ja, die puinhoop met die zonnepanelen en die chaos met die snelweg. Hè, met de elektriciteit. Dat het allemaal overspannen is. Wat is daar nou aan de hand? En hij noemde gewoon heel snel even een paar dingetjes op. En als je dat hoort, dan schrik je je gewoon te pletter. Dan denk je bij jezelf, nou, dat komt nooit meer goed. Nee. En dat wordt gewoon de burgers in Nederland allemaal niet verteld. Ben je gek? Koppen dicht en pruts maar door. En ja, hij zei tegen mij, er moet nog ruim 100.000 kilometer kabel worden aangelegd in Nederland. Ziet voor je, 100.000 kilometer kabel. Met die dikkere kabels hebben ze bijna voor elk huis hebben ze een dikkere kabel nodig. Ja, want die gaan van het gas af en gaan meer stroom gebruiken. Het is allemaal heel simpel. Hij zegt, hier hadden ze dus al 25 jaar geleden, hadden ze hier al mee moeten beginnen. Als ze die transitie hadden willen doorvoeren. Ja. Hoe eenvoudig kan die zijn, vrienden? Nee, dat hebben ze niet gedaan. En hij zegt, je hebt 52.000, weet je, dat zijn aantallen, transformatorhuisjes nodig om de stroom te brengen op het niveau, op gebruiksniveau. Ha, ja, zeg. En ze hebben zeker nog 10 jaar voor nodig, zegt hij. Dat vertelt die man mij allemaal. En hij zegt, elektrisch rijden? En voorlopig is dat een flop, wat heb ik jou daar, zegt hij. Want dan moet je dus 3,5 miljoen, dan gaan we weer, hè, met zo'n aantal. 3,5 miljoen laadpalen gaan bouwen in een hele korte tijd. Dat gaat er gewoon allemaal niet gebeuren, vrienden. Want dat wordt de mensen die elektrisch gaan rijden, of wordt dat allemaal niet verteld. Nee. En dan kom je uiteindelijk met de uitsmijter. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, het gaat erop uitdraaien. Nou, en toen ging ik even helemaal verzitten, ja. Er komt een stoplicht in je huis, zegt hij, in Nederland. Ja, mensen krijgen een stoplicht. En uiteindelijk heb je dan groen of rood. En als het groen is, nou, dan kan je even stroom gebruiken. Dan kan je even gaan afwassen. En als het rood is, dan is het gewoon 4 keer zo duur. Is de mensen ook allemaal niet verteld. Kijk, en dat noemen we nou slecht beleid.